Groningen is. Dus op deel van Feyenoord met zelfs wat ruimte. Daar wordt de bal aangenomen. Is er weer het schot van afstand misschien. Daar wordt voorgegeven en weggekopt door Hansko. De voorzet was er van Bakuna. Nu het schot weer doelpunt. Van Duarte aangeraakt. Ja, doelpunt voor Groningen. Jongen. Doelpunt voor Groningen. Het is 0-1 na een half uur. Weer een schot van afstand. Als Feyenoord de voorzet van Bakuna niet wegkrijgt, dan is het Duarte. Het schot wordt aangeraakt. Verandert zo van richting dat je af kan vragen, moet je hem dan wel op de naam van Duarte nog zetten? Maar niet voor het eerst probeert Groningen het van afstand. Feyenoord roept het dan ook een beetje over zichzelf af. Ja. Het wilde problemen. Alsjeblieft, hier heeft u ze. Je zit wel wat in voor Feyenoord met Mintey aan die rechterkant. Rechts van de 16. Dan terug naar Stenks. Stenks brengt hem in naar de tweede paal. Goeie bal, die moet zitten. Ja! Ja! Eindelijk is het Hansko die daar de bal binnen schiet. Goeie actie via die rechterkant. Komt bij Stenks, die een geweldige voorzet in huis heeft op de inlopende David Hansko. En hij rost hem van een meter of 10 tegen de touwen. En Feyenoord terug in de wedstrijd. Goeie bal nu van Zerouki naar de linkerkant. Naar Ivan Ušić, die dan de 16 in kan. Ivan Ušić met de voorzet naar de goal! Ja! Ja! Het is Lingen die hem binnen tikt. Zijn eerste balcontact tikt hij er gelijk in. André Lingen, een paar minuten voor het einde van de officiële speeltijd, die hem binnen tikt. Trekt zijn shirt uit. Gevoelstemperatuur -6. Maar voor Lingen is het zomer.